Welkom allemaal bij Huibrechts Renoux. Ik sta hier in ons kantoor, aan het kanaal gelegen. En het kan toch haast geen toeval zijn dat dat hetzelfde kanaal is als waar jullie komen te wonen. Ik ben Brenda, we hebben elkaar al heel vaak gesproken aan de telefoon en mailtjes naar elkaar gestuurd, maar helaas hebben we elkaar nog nooit ontmoet. Het zijn nu even andere tijden, dus we konden geen informatieavond voor jullie organiseren en konden jullie helaas niet persoonlijk ontvangen op ons kantoor. Wat natuurlijk erg jammer is, want ik had jullie heel graag willen ontmoeten. Het is jammer dat jullie daardoor je buren ook nog niet hebben ontmoet. Maar die gelegenheid komt zeker. Zodra er weer de kans is, zullen we de bouwplaats gaan bezoeken en kunnen jullie appartement in wording gaan bekijken. En tot die tijd houden we jullie op de hoogte van de bouw van jullie appartement via home control met nieuwsberichten en foto's. Ik ga direct met Paul op zoek naar een stukje oosterhout. We gaan even in de loods kijken of we daar iets voor kunnen vinden. Paul, ga je daarvoor mee? Ja, Brenda, we gaan mee. Ik ga mee. Ik zal me eerst eventjes voorstellen. Ik ben Paul Uppelschoten, een van de directeuren van Huibrechts Renoux. Wij zijn het trotse bedrijf die voor jullie dit mooie appartementengebouw mogen gaan bouwen. Maar laten we de verbinding gaan maken en op zoek gaan naar een mooi stukje oosterhout. Hoi Paul. Dag uit. Ben je er klaar voor? We zijn er klaar voor. We komen uit zon aangereden. We hebben een stukje hout, dat hebben we oosterhout genoemd, meegenomen. Vanuit het Wilhelminakanaal komen we terecht in de Wilhelminahaven. Hetzelfde kanaal ook nog. Hier in oosterhout en dan gaan we de eerste handeling hier even oppakken. Nou, dan gaan we eraan beginnen. Hier staan we dan even met z'n drieën, symbolisch. We hadden dit veel liever gedaan natuurlijk met jullie als kopers er allemaal even bij. En de palen zitten er inmiddels gelukkig al in deze grond, maar toch symbolisch even deze paal door ons even geslagen. Maar jullie kennen me al vanuit de eerste kennismaking in Son. Verder in dit bouwteam wil ik mijn collega's nog even voorstellen. Rob Tol is mijn naam. Ik ben namens Huibrechts Renoux als projectleider eindverantwoordelijk voor het werk. Dus eindverantwoordelijk op het gebied van kwaliteit, veiligheid, uitvoering. Dat doe ik uiteraard samen met mijn collega Huib. Ik ben Huib van Asten. Ik ben de hoofduitvoerder van dit werk. Ik ben verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de bouwplaats. Nou, zoals Paul net al zei, zijn we deze handeling hebben we symbolisch gedaan. Kijk, we zijn natuurlijk al begonnen zoals je ziet. Nou, we staan eigenlijk tussen de fundamenten van jullie mooie appartement. Nou, we hebben het stukje grondwerk al uitgevoerd, we hebben de heipaden er al in zitten. En nu zijn we volop bezig met de flinke funderingen zoals je kunt zien. En daar zijn we volop aan de slag en wij verwachten een voorspoedige bouw.